We zijn buiten Oosterwijk, midden in de bossen. Daar woont de familie Potters. Henk Potters is een bekende Brabantse schilder. Maar we gaan vandaag praten met Lies Potters, pottenbakster. Oh, ik begin 's morgens om 8 uur. En dan beginnen we eerst met koffie. En dan ga ik eens even kijken wat ik allemaal kan doen. En dan mijn medewerkers, mijn dochter die ook uiteraard academie heeft, die werkt weer anders. Maar ze helpt heel veel mee van opdrachten die we krijgen. En dat er soms meer dan één van moeten zijn. En dan is het niet zo'n prettig werk, want het eerste is leuk werk. Dat is met alles zo. Maar het moet dan toch gebeuren dat de mensen allemaal ongeveer in hetzelfde systeem iets tot zich krijgen. En mijn schoonzoon werkt mee en mijn jongste zoon die is vrij sterk en die had de hele pottenbakkerschool gehad. Dus die maakt veel de grote stukken van potten, omdat mijn handen niet alles meer kunnen. Want die grote stukken draaien, daar hadden de kracht van de handen ook voor nodig. Mijn spierballen zijn goed, sterk ben ik genoeg, maar het is juist de handen die het moeten doen. Hè? En dan verder op de dag, ja, dagen heb ik nodig om te werken, gewoon doorwerken en leuke mensen ontvangen, koffie zetten, een gastles geven. En dan laat ik al die mensen eventjes voelen wat de klei doet. En dan zijn ze echt allemaal een klein beetje gelukkig. Dan zeggen ze, och, wat is dat heerlijk om zo'n stuk klei in hand te nemen en je ziet er ook nog iets uit groeien. En dat is eigenlijk hetgeen wat ik op het ogenblik overdag zit ik vol. Kinderen vinden het geweldig om zo'n potje te mogen draaien. Nou, en om een ander gelukkig te maken, dat is mijn leven. Mijn leven is een ander gelukkig maken. Dat stel ik voorop. En dat zal het wel afgelopen zijn. Want we doen het al 45 jaar dus. Waar haalt u die inspiratie vandaan? De inspiratie haal ik vandaan, ja. Ik moet het eigenlijk niet zeggen, maar ik vlieg graag. En met zo'n klein vliegtuigje door het heelal, dan ben ik dicht bij die wolken, bij die sterkte. U vliegt zelf? Een beetje. Ja, alles doe ik een beetje. Want ik kan heel veel doen. Maar dat betekent dat u zelf achter de stuurknuppel zit? Achter de stuurknuppel. Anders vind ik er niks aan. En dan niet te hoog vliegen, want dan kan ik niks zien. En zo tussen de wolken, het dek in, is prachtig. Vrij rustige kleuren in uw werk, heel vaak. Ja, maar dat brengt de ziel mee. Het bezielen van het werk. Ik ben kleurig. Wanneer het de opdrachten zijn, dan voor de brandweerwerk moet ik zorgen dat er een beetje echte kleuren in komen. Maar het verdriet dat ik soms heb als er zo'n vliegtuig neerstort. Ja, we gered had kunnen zijn misschien, maar ik heb dat bord er achter me hangen. En dat, dan zeg ik, dat is jammer. He, dan krijg ik natuurlijk die felle kleuren, die brand en het zwart. He, dus dat zijn dingen die met hem meegaan. En de kleur gaat ook mee. Maar ik heb hier heel veel dat bruine en wit, ook wit, vanwege die wolken. Dat, dan zei ik ineens, goh, wit is toch ook wel mooi. Ik ga daar eens iets in. Wanneer is iets kunst? Wanneer is iets kunst? Ik denk dat het van mezelf uitkomt. Kan klein, kan groot zijn. Ik geloof niet in dingen die ze gezien hebben, die ze weer na gaan maken. Want men gaat naar het buitenland en komt terug en zei ik, god, was dat niet van India? Of was dat niet van Pakistan? Of was dat niet, want als je al die invloeden krijgt en uit die invloeden kan natuurlijk wel iets nieuws gecreëerd worden. Kan er een nieuw ontwerp ontstaan. Daar geloof ik ook wel in. Mensen die veel gereisd hebben, ik mag ook niet mopperen, maar dan zeiden we weer, je hebt veel gezien en eruit kunnen putten. 45 jaar pottenbakster, betekent dat ook dat er veel veranderd is in dat ambacht? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het weer veel naar het handwerk toe gaat. Hè. Met hand opbouwen vind ik ook zo mooi, daar kunnen ook die figuren maken. En het vormen op plateaus met klei op klei te zetten. He, ik kan dus graffito maken. Er zijn zoveel elementen die er gedaan kunnen worden. Dus het is echt niet iets wat je nou moet zeggen. Nou, we moeten. Ik heb geen ideeën meer, want alles is er al geweest. U bent 45 jaar getrouwd deze maand. Mag ik vragen hoe oud u bent? Moet ik eens vragen. Nog 1 jaar, dan ben ik 70. Heb u dan nooit de behoefte om te zeggen, en nou stop ik ermee, nou ga ik met mijn Henk eens lekker genieten van andere dingen? Welke dingen? Ik geniet van alles.
Ik kan niet zeggen, nou, waarom zou ik moeten stoppen met werken en dan een hobby zoeken? Ik heb toch een hobby en ik kan werken en ik heb een hobby. Maar ik heb heel veel hobby's in reizen, in cultuur. Ik zou wel graag iets uit willen diepen nog. In de, ja, dat ik zeg, ja, daar moet ik eigenlijk tijd voor hebben. Toch zijn er vele van uw leeftijdgenoten die zeggen van, ik heb mijn tijd gehad voor wat betreft het werken. Ik ga nu andere dingen doen. Ja, maar welke andere dingen gaan ze dan doen? He, dus ik zie ze hier allemaal langskomen, ze komen hier zitten, ze gaan wandelen in het bos. Ik heb ook heel veel mannen gezien die zeggen, ja, je hoort er eigenlijk niet meer bij als je niks doet. Je bent zo gauw uit alles uitgeraakt. Je bent, niet dat je niet meer meetelt, maar ze zien hem dan niet meer zo aan van, je zit niet meer in dat bedrijf. Je kunt ook niks meer uitdelen, je kunt ook niks meer geven. En sommigen zeggen, nou, ik ben blij dat ik eraf ben, maar heel veel zijn er toch die zeggen, ik heb altijd gewerkt en er valt toch wel een gat als je niet meer werkt. En dan vind ik het zo ergerlijk dat mensen nou zeggen, ik ben zo moe, ik heb niks te doen. En dan roep ik, ga dan hier de bladeren vegen, daar heb ik geen zin in. Nou, ja, die mensen worden moe van zichzelf.